Nevelige lucht boven het vliegveld Valkenburg bij Leiden zijn deze dagen met korte tussenpozen 5 tweemotorige vliegtuigen tevoorschijn gekomen. Lichte bommenwerpers van het type Harpoon voor onze marine luchtvaartdienst. De toestellen zijn door Amerika in het kader van het militaire hulpprogramma aan Nederland overgedragen. Het zijn patrouillevliegtuigen bestemd voor de opsporing en bestrijding van duikboten. Nederlandse bemanningen zijn met de harpoens uit de Verenigde Staten naar ons land teruggekeerd. Vandaar dit gebaar. De bevelhebber van de zeestrijdkrachten, vice-admiraal De Boy, de chef van de luchtmachtstaf, luitenant-generaal Ahler, als mede enkele hoge Amerikaanse officieren verwelkomden de vliegers. De harpoens halen een maximumsnelheid van 480 km per uur en kunnen onder andere dankzij reservetanks zoveel benzine meevoeren dat ze een actieradius van 1600 km bereiken. In totaal zal ons land de beschikking krijgen over 18 van deze vliegtuigen.